Je loopt over een denkbeeldige lijn. En ik schakel dan het evenwichtsorgaan om beurten uit. Weet je wel? Een soort remote control, zie je dat? Hoe kun je iemand laten omvallen? De Universiteit van Nederland presenteert vestibuloloog professor Dr. Herman Kingma. Wat gebeurt er nou als je plotseling een evenwichtsorgaan verliest? Laten we eens kijken wat er gebeurt. Het evenwichtsorgaan bestaat uit twee onderdelen. Eén onderdeel wat de draaibewegingen voelt en één onderdeel wat de kantelingen ten opzichte van de zwaartekracht voelt. Dus als zo'n evenwichtsorgaan uitvalt, verwacht je dat daar ook iets misgaat in die twee detectiesystemen. Laten we maar eens kijken. Dit is een patiënt waarbij het evenwichtsorgaan aan de rechterkant is uitgevallen. En links werkt het goed. Ik vraag haar om naar jullie te blijven kijken. En ik beweeg het hoofd heel snel naar de gezonde kant. En je ziet dat ze jullie kan blijven aankijken. Nou beweeg ik het hoofd naar de slechte kant. Moet je opletten naar haar ogen en dan zie je dat ze niet meer naar je blijven kijken. Ze maakt een correctiebeweging met de ogen. En dat gaat nooit over. Dat is dus eigenlijk een permanent probleem. We herhalen het nog een keertje, slow motion naar de gezonde kant. Kijk maar eens. Ze kan vrijwel perfect naar jullie blijven kijken door goede evenwichtsorganen, beeldstabilisatie. Nu gaan we naar de slechte kant. Kijkt helemaal de verkeerde kant op. Vroeger was het zo dat KNO-artsen en neurologen tegen hun patiënten zeiden, als ze een uitval kregen van het evenwichtsorgaan, door een infectie bijvoorbeeld, of door een doorbloedingsstoornis, zeiden ze, geen zorgen maken, komt vanzelf goed. Het andere evenwichtsorgaan neemt het over. Nou, als je er even over nadenkt, dat kan natuurlijk niet waar zijn. Stel je voor, je komt bij de oogarts en je wordt blind aan één oog en die zegt tegen je, ach, maakt het uit, je hebt toch nog een ander oog. He, of je wordt plotseling doof en die zegt, ach, maakt het uit, je hebt nog een ander oor. Nee, zoals ik wel vaker zeg, twee evenwichtsorganen zijn organen die elkaar aanvullen en die je alle twee nodig hebt. Dus het is niet zo dat een evenwichtsorgaan het eenvoudig kan overnemen van het ander. Ook omdat het rechter evenwichtsorgaan gevoeliger is voor bewegingen naar rechts en het linker gevoeliger is voor bewegingen naar links. Net zoals je oog een groter gezichtsveld heeft naar rechts en je linkeroog voor het gezichtsveld naar links. En ook het oor wordt aan de rechterkant beter dan aan de linkerkant. Dus er zit een asymmetrie in dat systeem. En dat blijft. Dat gaat nooit over. Dat is ongelooflijk groot probleem in Maastricht. Ik woon in Maastricht vlak bij de Duitse grens. Nou, in Duitsland rijden ze allemaal in van die enorme auto's. Mercedes, BMW enzovoort. Terwijl wij Nederlanders rijden altijd op ons fietsje. Ik ben dus bijvoorbeeld naar de KNO-arts geweest en die heeft tegen mij gezegd, ach, maakt dat uit. Je linker evenwichtsorgaan is uitgevallen, maar daar wen je vanzelf aan en het andere evenwichtsorgaan neemt het over. Dus zondagmorgen ben ik aan het fietsen. Ik hoor opeens een zoemend geluid uit achter me en ik denk, oh jee, dat zou wel eens een Duitse auto kunnen zijn. Uitkijken. Dus ik kijk heel snel over mijn linkerschouder om te kijken of er een auto aankomt. Door die snelle beweging verlies ik mijn oriëntatie. Ik val op de grond, de Duitser rijdt over me en ik ben dood. Wat leer je van dit voorbeeld? Nou, nummer 1. Pas op voor Duitsers, oké. Maar het is maar een grapje. En tweede plaats is dat het een permanent probleem is, waardoor je je oriëntatie verliest bij snelle bewegingen.
Het is niet het enige wat gebeurt als een evenwichtsorgaan uitvalt. Dan heb ik weer even een proefpersoon nodig. Die met mij een proefje wil doen. Hartelijk welkom. Bedankt. Nou, we gaan eens kijken wat er gebeurt als we een evenwichtsorgaan ten opzichte van het andere veel minder gevoelig maken. Dus ik breng kunstmatig met een klein elektrisch stroompje een asymmetrie aan in dat evenwichtsorgaan. Het is water. Dan moet je het even met je vlakke hand aanduwen. Ja, iets hoger doe maar. Trek je maar niks aan van die microfoon. Zo aan de andere kant precies hetzelfde. Druk hem er maar tegenaan. Dat het goed contact maakt. Het is water, geen zorgen maken. Nou moet je even met je voeten voor elkaar gaan staan. Zo, zodat we echt lekker sensitief zijn. Het hoofd rechtop. Je doet je ogen dicht. En nu ga ik dat systeem voor de zwaartekracht beïnvloeden. Zodat ze denkt dat de zwaartekracht ergens anders vandaan komt. Laat maar eens kijken wat er gebeurt. We gaan kijken of het reproduceerbaar is. Ja? Wetenschap. Ja? Voeten weer voor elkaar, ogen dicht. Ik draaide even de richting om. Ja? Nou gaan we even een stukje proef lopen. Kom maar mee. Nou, omdat dat heel moeilijk is, mag je het met je ogen open doen. Maar je loopt over een heel langzaam, over een denkbeeldige lijn. En ik schakel dan het evenwichtsorgaan om beurten uit, weet je wel? Ze vecht. Een soort remote control, zie je dat? Wat voelde je nou eigenlijk? Ja, je wordt echt één kant op geduwd, soort ja. Zo voelt het. Ja. En het gaat heel automatisch, hè? Het evenwichtsorgaan, dat detecteert als een soort kompas, continu, zonder dat je het bewust bent, waar de zwaartekracht is. En automatisch stuurt het je evenwicht bij. En op het moment dat ik het dus opeens anders maak, dan denken jouw hersenen, oh, de zwaartekracht is daar, ik moet me aanpassen. Ja, en dan val je. Harde dank. Dus één evenwichtsorgaan wat uitvalt, geeft ook dit fenomeen, dat je dus een probleem krijgt met je beeldstabilisatie, vooral naar de kant van het slechte evenwichtsorgaan, en je gaat vallen naar de kant. Een heleboel van die dingen, daar wen je wel aan, maar het wordt nooit beter. Dus net zoals dat je doof wordt aan één oor, is een permanent probleem, je went eraan, je leert ermee leven, maar het is niet iets wat overgaat. En dat is heel anders dan wat men vroeger ons deed geloven. De volgende dia hebben we een heel ander ziektebeeld. Het kan zijn dat een evenwichtsorgaan helemaal uitvalt, maar het kan ook zijn dat er iets in zit wat de goede werking verstoort. En de meest voorkomende ziekte van het evenwichtsorgaan is wat we noemen positioneringsduizeligheid. De mensen die zitten op bed en gaan liggen en worden opeens heftig duizelig. Of ze liggen in bed en ze draaien van de een op de andere kant en ze worden opeens heftig duizelig. Hoe komt dat? Het blijkt dat dat evenwichtsorgaan, met name het kanalensysteem, wat normaal gesproken de zwaartekracht niet voelt, net zoals bij alcoholgebruik, gevoelig is geworden voor de zwaartekracht. En hier zie je dat blaasje waar die kristalletjes in zitten, van die antenne waarmee je kunt voelen hoe het evenwicht eigenlijk de zwaartekracht voelt, het statolithensysteem. En dat die kristalletjes kunnen in het kanalensysteem komen, die zijn relatief zwaar. En als je dan opeens van zittend naar liggend gaat of omgekeerd, dan gaan die kristalletjes bewegen in het kanaal. En denk dat kanaal, vloeistof gaat bewegen, het membraan buigt af. Die denkt, hé, je bent aan het draaien. Dat kan even duren, want ja, voordat die kristalletjes helemaal naar beneden zijn gegaan, dan pas is het effect weg. Dus mensen gaan liggen en 10, 20, 30 seconden hebben ze het gevoel alsof ze draaien.
Met een mooi woord noemen we dat de benigne paroxysmale positioneringsduizeligheid. Benigne, van goedaardig, je gaat er niet dood aan. Paroxysmaal, aanvalsgewijs. En positionering, van dat het door de positie komt, duizeligheid. Je kunt dat ook zien, mensen krijgen een hele heftige oogbeweging. Want we hebben gezien dat als je dat evenwichtsorgaan stimuleert, gaan je ogen bewegen. Dus dat kun je ook zien. Laten we maar eens kijken. Hier gaan we achterover met het hoofd. En we gaan eens kijken wat er met de ogen gebeurt van die patiënt. En zie je het geweldig gaan draaien? Het voelt de draaibeweging van het evenwichtsorgaan. En die patiënt heeft dus zelf het gevoel alsof ze bij wijze van spreken over de kop gaat. Het is een hele beangstigende ervaring. Waarschijnlijk zitten die kristalletjes bij jullie allemaal wel zo nu en dan een klein beetje in die kanalen. Maar als het zo weinig dat je er geen last van hebt. Maar op een of andere reden kunnen ze op een bepaald moment zich opstapelen en dan vormen ze een probleem. Dan krijg je dit ziektebeeld. Nou, wat kun je daaraan doen? Nou, je kunt proberen dat probleem op te lossen door die kristalletjes eruit te halen, weer terug te brengen naar de plek waar ze vandaan komen. Dat probleem dat doet zich voor niet alleen in één kanaal, maar in alle kanalen. We gaan naar de volgende video kijken. Nee, de volgende. Ja. En hier zien we gewoon bij iemand, als we het hoofd snel kantelen naar één kant, opeens een heftige oogbeweging ontstaan in het horizontale vlak. Dus hier zitten die kristalletjes in het horizontale kanaal. Bij die draaibeweging hiervoor zaten ze in die verticale kanalen. Dus wij kunnen in het ziekenhuis aan de hand van de oogbeweging zien waar die kristalletjes in het evenwichtsorgaan zijn terechtgekomen. Nou, dan maken we hele speciale manoeuvres, dat noemen we bevrijdingsmanoeuvres. En daarmee kun je proberen die kristalletjes weer terug te brengen in die blaasjes waar ze thuis horen. En dan heb je in de eerste instantie, als je dat doet, een soort Jomanda-gevoel. Dan denk je, ja, de patiënten zeggen, oh, wat bent u fantastisch, dokter. Want je lost in één keer het probleem op. Het is zeer indrukwekkend. Alleen, het probleem is, het kan ook weer terugkomen. Dus ja, soms heb je geluk en dan maak je dat maar één keer in je leven mee. Dan denk je, ah, oh, dat heeft professor King maar verteld. Dat is BPPD, benigne paroxysmale positioneringsduizeligheid. En de volgende dag denk je, ah, het is weer over, ik heb geluk. Nou kan je natuurlijk in dat evenwichtsorgaan ook een combinatie krijgen van ja, een functieverlies en dat die functie niet meer goed werkt. Het beste voorbeeld daarvan is de ziekte van Meniere. We weten eigenlijk niet wat de ziekte van Meniere is, maar er is iets mis in dat evenwichtsorgaan en ook in het gehoor wat er vlak tegenaan ligt. Als je dat evenwichtsorgaan bekijkt met die kanaaltjes, dan zie je hier het slakkenhuis van het gehoor. En lagere dieren, die horen met hun evenwichtsorgaan. Pas later is het slakkenhuis eraan vastgekomen als een soort uitbreiding van het evenwichtsorgaan om niet gevoelig te zijn voor langzame bewegingen, maar voor snelle trillingen, geluid. Dus het zit bij elkaar. En als er iets misgaat in dat evenwichtsorgaan, kan dat heel vaak een gehoor- en evenwichtstoornis zijn. En dat is bij de ziekte van Meniere. Dan zijn die twee dingen met elkaar verbonden. Mensen hebben een gehoorverlies, oorsuizen en aanvallen van duizeligheid. Iedere keer als er een klein beetje functieverlies is, heb je hetzelfde als wat we deden met de elektrostimulatie. Wat gebeurt er nou? En je krijgt oogbewegingen, draaisensatie, misselijkheid en braken. Is heel invaliderend. Je weet nooit wanneer zo'n aanval komt. Die duurt vaak een paar uur. Dus mensen lopen gewoon over straat en opeens zakken ze in elkaar. Ze hebben geen controle meer over hun evenwicht. Ze gaan braken en zijn doodziek. Nou, als je dat 2, 3, 4 keer per week hebt, op de meest onmogelijke momenten, dan kan je je voorstellen dat het rampzalig is. En soms besluiten we dan, als medicamenten niet werken, om dat evenwichtsorgaan helemaal uit te schakelen. Stel je voor dat je in een vliegtuig zit met 2 motoren. En 1 motor gaat dan weer aan en dan weer uit. Nou, zet hem dan maar uit. Dan vlieg je maar beter op 1 motor.
Dat doen we eigenlijk met de ziekte van Meniere ook. Als we zeker weten, daar zit het probleem, dan schakelen we het uit. Maar dan heb je een ander probleem. Wat ik in het begin heb laten zien. Dan heb je, ja, dat je oriëntatievermogen is aangetast. Dus het is kiezen tussen twee kwaden vaak. Maar je kan je voorstellen dat als jij zo'n probleem hebt met je evenwichtsorgaan, dat je tegen de dokter zegt van, haal het er maar uit. Het is wel interessant om te weten van wat er gebeurt als je twee evenwichtsorganen verliest. Wat gebeurt er dan? Dat horen we in het volgende college.